Hi, welkom bij een boerderij in Rijtjeshuis. Ik ben Lisa en vandaag ga ik aan jullie laten zien hoe mijn moestuin eruit ziet in april. Zo, ik zit hier binnen in mijn vensterbank, gezellig samen met Filet. En ik ben vrijgezeld door mijn kolen en aardbeien en wat slaapplantjes. Want in april heb ik heel veel van mijn planten nog binnenstaan. En ik ga zelfs deze maand nog heel veel verschillende planten voorzaaien. Wat in de komende video's allemaal gedeeld wordt door mij. Maar vandaag wilde ik aan jullie laten zien wat ik allemaal in de moestuin ga doen om mijn bodem te prepareren. Want in mei, halverwege mei, als IJsheilige voorbij is, gaan alle planten naar buiten. En dan kan het echte werk gaan beginnen. Vandaag ga ik dus beginnen met een beetje onkruid wieden, de bodem klaarmaken. En ik heb ook een beetje slecht nieuws. Want ik zag dat er een aantal peulen zijn opgegeten door slakken. Dus ik moet ook nog wat peulen voor gaan zaaien weer. En de reden waarom ik ze doe voorzaaien, want ik kan ze wel rechtstreeks nu in de grond gewoon zaaien. Daar is het warm genoeg voor. En het is wel lekker makkelijk. Maar dat doe ik dus niet vanwege de slakken. De kans is gewoon wat groter dat het plantje overleeft het als je hem voorzaait en je zet hem zo groot buiten in de tuin. Als dat er maar zo'n klein plantje boven de bodem komt, dan is het waarschijnlijk in één keer opgegeten door een slak. Dus ik ga ze voorzaaien en hopen dat ik de strijd win, want de aanhouder wint meestal. Met moestuinieren werkt het niet altijd zo. Soms winnen de slakken gewoon. En dan gooi ik gewoon mijn handen omhoog en denk ik, volgend jaar beter. Dus ik ga onkruid wieden, ik ga wat peulen voorzaaien. Ik ga aan jullie laten zien wat er nu allemaal in de tuin nog staat. En dat doe ik niet alleen aan huis, maar ook bij mijn tuin verderop. En dan laat ik aan jullie zien hoe mijn aarde eruit ziet onder alle zeilen die daar liggen. Dus, we gaan lekker aan de slag. Maar eerst beginnen we binnen. Zo zien mijn peper- en paprikaplantjes er nu uit bovenop zolder. Of op zolder, dat is helemaal niet waar, op mijn kledingkamer. En ze groeien hartstikke goed. Ze zien er erg mooi groen en gezond uit. Dus tot nu toe ben ik er erg blij mee. En dan weer naar buiten, want dit is mijn voortuin. En je ziet dat er her en der wat onkruid aan de tegels, tussen de tegels komt. En ook nog in de bakken, wat ik vandaag allemaal ga verwijderen. Maar niet alles, want tussen dit onkruid zitten allemaal kamilleplantjes, bieslook en andere kleine kruidendingetjes. En die wil ik graag bewaren. Dit zijn al mijn aardbeienplanten. En mijn aardbeitjes beginnen eindelijk te groeien. Kijk, hele kleine groene blaadjes komen er tussenuit. Dus dat is altijd een goed teken. En hier aan de zijkant hebben we bakken waar ik naast sla ook onkruid kweek. Vandaag ga ik mijn veldsla oogsten, rucola. En ik ga een paar slaplantjes verplaatsen naar deze vierkante bakken die je hier onderin ziet. Maar we gaan... Oh, hier zie je het even mooi dichterbij. Onkruid en slaplantjes tegelijkertijd bij elkaar. En hier langs de bakken aan de grond is dus echt een combinatie van onkruid en kamilleplanten. En ik wil graag hier langs deze kant allemaal kamilleplanten laten staan. Daar maak ik elk jaar thee van. En het staat ook hartstikke leuk en het trekt de bijtjes. Oh, hier hebben we een mooi bosbessenboompje die eindelijk knopjes krijgt. Naast mijn bosbes zit mijn druif, ook die zit in knop. En het zal niet meer lang duren voordat de blaadjes gaan openen. En ik heb nu de takken aan de buitenkant van het rek geplaatst en niet meer achterlangs, omdat ik bang ben dat ze groter worden, dat ze klem komen te zitten. En nu aan de slag met het onkruidwieden. En ik moet dus goed opletten om niet alles gewoon lukraak tussen de tegels vandaan te trekken, want her en der zit er wel een hele leuke verrassing, maar dit is een minder leuke verrassing. Mijn rozemarijnstruik was dood. We hadden laatst een probleem daaronder, waardoor die bakken weg moesten. Want we moesten daaronder in de tuin graven. En daardoor is helaas onze rozemarijnstruik overleden. Maar gelukkig heb ik voor 2 jaar lang nog rozemarijn gedroogd in huis. En kan ik dit jaar gewoon weer met een klein plantje beginnen. En loop ik uiteindelijk toch niet achter.
En hier tussen aan de zijkant zal je me zien dat ik niet alles wegtrek. Want daar in het hoekje zat wat peterselie. En die lange sprietjes zijn bieslook. En die laat ik graag daar aan de onderkant staan. Hetzelfde geldt voor hier. De hele kleine groene pluntjes zijn beginstukjes van peterselie. En die grote wat fluffiere plant, de grote hier voor ons neus, dat is een kamilleplant. En ik besloot om deze bakken opnieuw te gaan zaaien met wortels. Dit zijn wortels van vorig seizoen. En die hebben dus overwinterd in deze bak. Ze zijn nog niet groot, want ik had eigenlijk de intentie om ze langer te laten zitten. Maar ik heb toch besloten om ze eruit te halen om de zaadjes, wortels, meer de tijd te geven. En ik laat jullie laten zien wat de oogst opgeleverd heeft. En tussen de bakken hier zat ook wat onkruid wat ik weg wilde halen. En al het onkruid bewaar ik ook, want dat geef ik later weer aan mijn kipjes. En dan beginnen we hier aan de zijkant. Het lijkt alsof ik heel slecht werken oplever met maar voor de helft onkruidwieden. Maar 80% dus van wat hier langs de zijkant groeit is dus kamille en laat ik dus liever staan. En dit was een radijs die ik vorig seizoen over het hoofd had gezien blijkbaar. Maar deze was helaas nu wel veel te hard geworden, dus hij was niet lekker meer om te eten. En de andere bladeren haalde ik er ook tussenuit en dat is dan gewoon voor de kippen. En nu is het tijd om al mijn veldsla en rucola te oogsten. Ik knip ze aan de onderkant af, zodat ik zo min mogelijk allemaal aarde mee krijg in de veldsla. Zodat ik minder hoef schoon te maken. Want deze zijn ook allemaal van vorig seizoen. Ze zijn nou wel klaar en ze begonnen bloemetjes te maken. En dan wordt het blad bitter. Dus ik dacht, laat ik alles oogsten. Maar alle andere kleine slaapplantjes die je ziet, die zijn opgekomen net in de lente. En deze zijn dus nog wel vers. Hier, deze die ik uit de bak haal. En die ga ik dus verplaatsen op de plek waar ik al mijn slaapplantjes wilde kweken. Want in die ronde bakken komen allemaal spersiebonen. Dus ik doe ze heel voorzichtig met zoveel mogelijk aarde eromheen. Schep ik ze uit de bakken en plaats ik ze dus in deze andere bakken. Zodat ze hopelijk die bak mooi op kunnen vullen. En naast de slaapplanten had ik ook nog wat spinazieplantjes. Dus die heb ik ook mooi verplaatst, zodat ze bij elkaar zitten. Oh, en die hele kleintjes daar in de hoek, in de eerste vierkante bak, dat is rucola wat ik had gezaaid. En zoals beloofd, hier doe ik dan wat worteltjes voorzaaien. Want die hebben best wel wat tijd nodig en als het heel warm is, willen de zaadjes niet ontkiemen. Beetje opruimen, beetje vegen en toen was de voortuin lekker klaar. Maar ik heb nog wat meer tuinen om te doen, dus laten we achter gaan kijken. Oh nee, ik moet eerst nog even het zand mooi tussen de tegels vegen, want ik had natuurlijk een hoop onkruid weggehaald en dan neem je aarde mee. Dus je moet even weer opvullen met een beetje zand, zodat niet de tegels bloot komen te liggen. Dit is het eindresultaat. Mooi alle slaapplantjes verplaatst. En de spinazie. Dit zijn kleine rucola plantjes samen met grote rode krul slaapplanten. Spinazieplanten dus. En nu is alles daar aan de zijkant. Mooi netjes. Behalve dus peterselie, bieslook en kamille. En om even van dichterbij te laten zien. Dit is dus een kamilleplant. En hier ook nog eentje. Dit is mijn achtertuin. Hier zijn een aantal bakken die ik ook even wat onkruid leeg moet maken. En daar achterin hier zo zit mijn grote bak met daarvoor allemaal wat kleine bakken die ik dit jaar weer ga vullen allemaal. En tussen mijn wortelplantjes hier en mijn peultjes zit weer wat onkruid wat ik weg kan halen. En ik heb hier mijn hele mooie perenboom, waar ik 3 keer misgeruimd met mijn hand, die mooie knopjes krijgt. Dus ik ben er erg enthousiast over. Deze heeft het eigenlijk nog nooit gedaan, omdat de kippen hem eigenlijk altijd een beetje stuk maken. Maar ja, wie weet dit jaar voor het eerst.
Dit is mijn kas. En in mijn kas heb ik nu al wat slaapplantjes en kolen staan. Die had ik binnen staan. Maar aangezien ik zoveel binnen aan het voorzaaien ben, was er geen plek meer voor. En kolen die kunnen dat best wel aan. Het was ook best wel warm eigenlijk in die kas. Dus dat verbaasde me wel. Maar jij hoort er niet in. Wegwezen. Zo, we zijn nou in de achtertuin. En ik ga straks even wat onkruid wieden, want ik zie weer dat her en der tussen de wortels wat onkruid is opgekomen. En ik heb wat last van slakken gehad, zag ik. Want een aantal van mijn sugar snaps, die zijn half opgevroten. En ga ik ook even preventief alweer wat nieuwe sugar snaps voorzaaien. En dat ga ik binnen doen. En met de peulen gaat het eigenlijk hartstikke goed. Alleen ik moet ze even wat sturen dat ze omhoog gaan klimmen. Want ze liggen nu een beetje op hun zij. Dus die ga ik een beetje omhoog sturen en wat onkruid wieden. En dat is het dan voor deze tuin hier. Uiteraard gaan we ook nog verderop bij de andere tuin kijken. En april is dus de maand dat er nog niet extreem veel in de tuin gebeurt. Maar vanaf volgende maand ga ik dus heel veel dingen buiten uitplanten. En dat is het begin van dat de tuin binnen een mum van tijd in één keer helemaal groen wordt. Dus nu ga ik eerst onkruid wieden. Let's go! En zoals beloofd, onkruid wieden. Je moet dus wel voorzichtig zijn, want je trekt vrij makkelijk zo de wortels ermee uit. Deze wortels zijn ook van vorig seizoen. En deze wil ik op laten komen tot het, de tijd is dat alle tomaten in de aarde gaan. Dus ze hebben nog 6 weken voordat ik alles moet oogsten. Of 5 weken ongeveer. Dus ze kunnen nog wel even doorgroeien. En hier aan de zijkant ben ik dus nu mijn peulen aan het opknopen. Zodat als ze eenmaal zichzelf vastgrijpen aan die stokjes en zeg maar het raster erachter, dan gaan ze wel. Hetzelfde geldt voor mijn sugar snaps, tenminste van degene die er nog zijn. En de rest heb ik nu voorgezaaid en moet ik nu weer afwachten tot het plantjes zijn. En hier gaan allemaal onkruidrestjes. Gezellig. Bij de kippies, dat vinden ze hartstikke leuk om in te scharrelen en de beestjes ertussenuit te zoeken. Maar dan is het nu eindelijk tijd voor de tuin verderop. Zo, nu zijn we weer bij de andere moestuin. En vandaag gaan we weer wat broccoli oogsten. Het is een week geleden dat ik heb geoogst. En ik kan nu weer alle sideshoots mooi meenemen. Dus dan kunnen we weer lekker broccoli eten. En we gaan even kijken onder de zeilen. Zoals je hier al misschien kan zien, is het in de hele winter heb ik het afgedekt met een zeil om het onkruid daaronder dood te laten gaan. En zoals je ziet, daar is het helemaal donker. En hier heeft natuurlijk alle boerenkool gestaan en hier zie je her en der het onkruid. Dus wat ik vandaag ga doen is zoveel mogelijk onkruid weghalen. En ik knip mijn boerenkoolstengels af. Ik ga ze niet uit de grond trekken. Ik knip ze gewoon tot onderin af. En ook aan de zijkant daar moet wat onkruid weggehaald worden. En zo gaan we het een beetje klaarstomen voor het echte werk volgende maand. Dus gaan we aan de slag. En ik ga denk ik beginnen met het onkruid weghalen. Yep, het lijkt wel gras. Ik had dit niet afgedekt natuurlijk vanwege de planten. Maar volgend jaar zou ik dit anders willen doen. Bijvoorbeeld door alles rondom de planten die er nog staan. Dat ik het af ga dekken met bijvoorbeeld houtsnippers. Het is ook trouwens niet erg fantastisch voor je bodem om elke keer dit onkruid te wieden. En nu ik meer met de no-dig methode aan de slag wil, wil ik dit ook zeker in de toekomst vermijden. Maar wat niet gaat, gaat niet voor nu. En je moet alles stap voor stap leren. Dus nu haal ik het onkruid weg. En het onkruid wat ik in mijn emmer verzamel, leg ik rondom mijn broccoliplanten. Zodat daar vlak langs de plant verder geen onkruid meer kan groeien. Omdat er geen zonlicht meer bij komt. En ook knip ik dus hier mijn boerenkoolstengels nog even af. Zodat ik het kan afdekken weer daarna. Want het moet nog even een paar weken wachten voordat er wat in de grond kan. Dus dan kan ik maar beter er even een zeil overheen trekken. En het zeil was ook goed, want dat moest ook eigenlijk weg aan de andere kant. Want daar komen binnenkort mijn aardappelen. Maar dit zijn geen aardappelen.
Dit zijn mijn boerenkoolplanten. Nee, geen boerenkool, broccoliplanten. En zoals je ziet zitten er allemaal oogst tussen. Wat ik weer mee kan nemen. Elke week heb ik nu best wel een, 2 of 3 porties aan broccoli. Dus dit is zeker hartstikke leuk dat je in het begin van het jaar al oogst hebt. Ook al heb je voor je gevoel er niks aan gedaan. Want dit is allemaal nog van vorig seizoen. Dus ik ga dit hopelijk volgend seizoen weer doen. En heb ik weer hopelijk zoveel succes als dit jaar. En hier aan de zijkant zit ook nog een hoop onkruid. En al het onkruid wat ik hier pluk gaat dus weer tegen alle boerenkool, of zeg ik het weer, broccoliplanten aan. En hoop ik dat dat weer onkruid rondom die planten vermindert. En dan het laatste hoekje daar, dus zie je, het is helemaal groen. Dus dat heb ik even afgedekt, ook met een zeil. In de hoop van dat dat nog helpt de komende paar weken. Want mijn rug was moe en ik had niet nog meer zin om daar het onkruid weg te halen. En dit is het eindresultaat. Mooie broccoliplanten met zeilen voor wat nog afgedekt moet worden. En dat stuk staat open. Mooi voor de aardappelen die binnenkort gepoot worden daar op de no-dig methode. En dan kan de aarde ook een beetje luchten tegen die tijd. En ligt het niet onder het zeil. En dit is mijn oogst van de broccoli nog van de tuin verderop. En dit waren de worteltjes uit de voortuin. Toch best nog wel wat. Hartstikke leuk. Heel erg bedankt voor het kijken. Dat was het dan alweer. Heb je vragen over jouw moestuin? Stel ze dan gerust. En ben je nieuwsgierig geworden naar wat de rest van dit moestuinseizoen gaat betekenen voor mijn moestuin? Abonneer dan op mijn kanaal. Hier bij een boerderij en een rijtjeshuis deel ik graag met jullie hoe ik zelf mijn groenten kweek, oogst en verwerk, zodat we het hele jaar ervan kunnen genieten. Heel erg... Oh, springt de kip. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende.